Hey, hallo allemaal. Laten we eens kijken naar het weer van vandaag, 6 juli 2023. De storm van gisteren, die vooral in Nederland huis heeft gehouden, is van de weerkaarten nog niet verdwenen, maar is wel uit ons aandachtsgebied weg. Die ligt intussen boven Scandinavië en is voor ons van geen tel meer. Wij moeten kijken naar wat er boven Europa gebeurt en dat is de opbouw van een hoge drukgebied, terwijl boven de Britse eilanden een nieuw lage drukgebied aankomt. En die twee die gaan er samen voor zorgen dat we de komende dagen met hele warme lucht te maken krijgen. Die ommezwaai die vindt vandaag eigenlijk plaats. Vandaag is een vrij rustige dag. Er is wel wat wind uit een zuidwestelijke richting. Later vanmiddag aan de kust een zeebriesje. Maar heel erg hard zal die wind niet waaien. Die waait hoogstens matig tot, ja, misschien, nee, ik denk eerder matig. Vrij krachtig zal er vandaag niet meer in zitten. Verder is het vrij zonnig tot zonnig. Er zijn vooral in de ochtend brede opklaringen. In de loop van de middag kunnen er wat stapelwolken opduiken. Vooral landinwaarts. Aan de kust blijft het vrij zonnig. En landinwaarts zou misschien een heel enkele stapelwolken tot een enkele bui kunnen uitgroeien tegen het eind van de middag. Maar die kans is toch eerder klein. Ze is niet nul, dus niet volledig uitgesloten. Ik geef het mee dat het zou kunnen. Maar de meeste plekken die gaan daar toch niet mee te maken krijgen en houden een droge vrijdag vast. De temperaturen zitten in herstelmodus en halen vanmiddag een 21 graden aan de kust, 22 tot 23 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht is het dan rustig, minima van een graad of 12 tegen de ochtend. Het is licht bewolkt tot helder en eventueel vormt er zich wat lokale nevel. Morgen dan gaan de temperaturen verder de hoogte in. Een naar zuid draaiende wind voert veel warmere lucht aan. We halen 24 tot 28 graden. De kust zal waarschijnlijk ook meedoen met die hoge temperaturen. Ik geef daar nog eventjes die 24 graden mee, omdat er mogelijk in de loop van morgen een zeebries opduikt. Maar toch, die kans is niet helemaal 100%. Het zou best wel kunnen dat we ook aan de kust nog hoger uitkomen met maxima van 26 graden of meer. Veel zon erbij, een paar wolkenvelden, maar absoluut geen buien meer. De warmte die wordt op zaterdag nog groter. In tegenstelling tot gisteren zijn de modellen daar weer een beetje gekeerd. Sommigen gaven gisteren in de loop van de dag al regen en onweersbuien. Dat is er weer wat uit. Het zou pas weer tegen de avond zijn. Maar goed, we houden in het achterhoofd dat sommige modellen die buien toch vroeger gaven. Maar dat wil wel zeggen dat de warmte groter wordt. Opnieuw maxima van 30 tot zelfs in sommige regionale modellen 35 graden in West-Vlaanderen. Dat zijn dus ongelooflijk hoge temperaturen weer. De warmte die zou wel maar één dag duren, want tegen zaterdag later in de middag en zeker aan de avond toe kunnen regen- en onweersbuien die warmte gaan verdrijven en dat kunnen felle buien worden. Toch is het op zondag zeker niet koud, integendeel, we zitten nog altijd in warme lucht met maxima van toch nog steeds 25 tot 28 graden. Maar de kans op regen- en onweersbuien is ook dan vrij groot. In de loop van de middag en zeker aan de avond toe kunnen ook dan eventueel felle regen- en onweersbuien opduiken. Die zouden dan de grootste warmte wel buiten blazen. Dan zet ik er eventjes de pluim bij als we naar volgende week kijken. En dan zie je duidelijk vanaf maandag minder hoge maxima, maar toch, die halen nog gemakkelijk tussen 20 en 25 graden. We zouden dan een eerder licht wisselvallig weerbeeld krijgen met brede opklaringen en veel zon, maar gaandeweg de dag ook telkens een aantal wolkenpartijen. En eventueel valt er daar hier of daar wel eens een regen- of onweersbui uit. Eigenlijk vanaf maandag een beetje zomer op zijn Belgisch, maar toch met vrij hoge temperaturen. Zo, alvast bedankt voor het kijken. Je bent weer helemaal gebriefd en graag tot morgen. Dag.